eigenlijk poep en ik stink nog minder. That's not true. Stinkt wel too much. Oh, fuck. Ik heb een beetje een rough start of zo met dit jaar. En niet per se qua gevoel, maar ik heb gewoon nergens zin in. Is dat ook ergens logisch of zo? Kijk, het is ten eerste een nieuw jaar. Ja, dat is altijd raar. Eigenlijk zou dat er niet moeten doen. Nee, dat doet er ook niet toe. Nee. Nee, maar ik bedoel meer, voor iedereen is het zo natuurlijk. Omdat je met de feestdagen te maken hebt, met oud en nieuw natuurlijk. Een soort nasleep. En alles. Je bent zwanger natuurlijk ook. Ik vind het ook niet erg dat ik nergens zin in heb. Alleen, het is wel elke dag weer die... Ja. Ik heb vandaag nergens zin in. Nee, precies. Nee, je zou het eigenlijk inderdaad moeten zien als in... Ik heb vandaag nergens zin in en fuck it. Maar ik zou dat nooit als advies kunnen geven, want... Oh nee, maar dat heb ik ook wel. Ik heb ook fuck it, maar... Op het moment dat ik met mensen chill, dan heb ik er zin in. Maar op zo'n dag, als zo'n dag begint en ik weet dat ik heb afgesproken, dan denk ik... Ja, ik moet me wel gaan klaarmaken. Ja, dat... Die soort period of time is gewoon even rough. Ja, nee, dat snap ik ergens wel ook. Want ik heb ook met mijn hoofdpijn ook het gevoel van... Jeetje Mina, je weet toch, ook even geen zin in iets. Maar alleen bijvoorbeeld in vanavond heb ik dan wel weer zin in. Want de afleiding zorgt ook dat mijn hoofdpijn sneller weggaat. Ja, dat snap ik. Maar ik heb ook al een beetje een soort vrijdagdip. Vanavond komen Max en Isadee. Als zij dit nu kijken, denk ik ze echt, oh, dus je had geen zin om met ons te chillen. Ja, echt ja. Nee, dat hadden we ook niet. Nee, had ik niet. Nee, jongens. Super blij dat ze komen. En nogmaals, als ze er eenmaal zijn, dan is het fucking gezellig. Alleen... Max had vorige keer afgezegd. Ja. Hij was ziek, maar ja, misschien zijn wij wel ziek. Ja. Ik ga ze hem nu afzetten. Ja. Nee, ik heb er juist veel zin in. En we zijn zo erg in ons eigen shit de hele tijd. Dat ik ook wel denk, net zoals gisteren met dat etentje, dat het gewoon goed is om wel te blijven doen. Want anders word je wel echt een... aardappelzak. Ja, een soort socially scared voor alles de hele tijd. Terwijl we dat niet in principe hebben. Nee. Snap je? Dus... Dus we gaan nu taart halen. Ja. Gaan we random. Door iets wat gisteren. Omdat jij tijdens dat dinner taart wilde. We hadden dus een dinner. Het was een after wedding dinner. Dus wij waren net getrouwd. Het was fucking gezellig. Ja, het was echt heel leuk. Echt heel veel zin in taart. En uiteindelijk kwam er wel een brownie. Maar dat vind ik niet hetzelfde. Dus nu wil ik de taart. En je wil gewoon taart en zo. Nee, dat was echt heel gezellig. Ja. We hebben lekker gedanst samen, hè? Ik zat vandaag nog te denken van zo, ik danste echt alsof ik helemaal dronken was, terwijl ik helemaal niet veel had gedronken. Totaal niet. Loved it. Ja, dat was echt heel leuk. Leuk, ja. Wauw, het begon zo hard te regenen. En ik ben zo iemand, als ik een broodje bestel, dan wil ik hem gelijk eten. Felix is altijd heel verstandig, die laat hem inpakken en dan kan hij hem thuis eten. Dus wij liepen terug naar de auto in de regen. Terwijl ik en mijn broodje zeiknat werden. Het was wel heel lekker. Holy shit. Had ik echt nodig. Maar ik heb ook een warme lemon maanzaadmuffin. Wauw.
dit is echt precies waar ik naar craveerde. Oh, kijk, kijk die binnenkant. Muffin warm eten is echt something else. En lemon maanzaad is by far mijn favoriete smaak. Ever. Oh. Lekker muffintje. Fijn. Zo. Mijn god. Lekker hè? Oh. Echt. Had jij er maar ook maar één genomen? Wauw. Ze zouden echt eerder moeten zeggen van... deze shit is echt fucking lekker. Beter. Beter neem je hele zak gewoon. Beter neem je de hele zak, ja. Oh. Stel dat hij stopt, dan moet je af en toe wel opletten. What a busy ass day. Oh mijn god. Ik ben vanmorgen best wel vroeg begonnen met de dag. Om een video voor jullie te filmen, content te maken. En daarna had ik een interview voor een artikel in Linda Meijden. Ik ben echt wel heel erg blij met dat artikel. Of in ieder geval met dat interview over mij. In het blad. Want het gaat over de aandoening die ik heb. Lichen sclerosis. En ik heb hier ook eens een video over gemaakt. Ik heb het er ook al meerdere keren over gehad op Instagram. Omdat dat iets is wat ik vind wat veel meer belicht zou moeten worden. Veel te weinig vrouwen weten ervan, terwijl het echt wel een hele erge impact heeft op vrouwen die het hebben en het niet weten. Dus ik ben super blij dat het interview er komt, omdat mensen er dan over kunnen lezen in een blad. Dus ik heb dat interview net gehad, ik ben heel benieuwd wat ze ervan gaan maken. Nu ga ik mijn voetjes doen, ik krijg een pedicure en daarna ga ik door naar Paula. Because it's my best friend, her birthday! 28 is ze. Ik weet dat ze het zelf volgens mij helemaal niet zo leuk vindt dat ze 28 wordt. Ze vindt zichzelf oud. Dan zeg ik elke keer hou je bek. Want dat is helemaal niet zo. Maar ik vind het gewoon jammer dat we niks kunnen doen. Of in ieder geval dat we niet erop uit kunnen met z'n allen of lekker kunnen uit eten. Maar goed, ze heeft nu de mensen die ze erbij wil hebben uitgenodigd in de studio. Want ze heeft een nieuwe studio en die heb ik ook nog niet gezien. Dus daar ben ik er ook heel benieuwd naar. Ik kan eindelijk mijn cadeau geven die echt al maanden in de kast ligt. Ik
zag dit tasje dus ooit toen ik lekker vintage aan het shoppen was online. Ik heb hem zelf ook in 2 kleuren, dus ik weet gewoon dat het een heel leuk tasje is. En stiekem vind ik de colorway die ik haar gegeven ook heel erg leuk. Dus het was moeilijk om hem apart voor haar te houden. Nee. Maar I just can't wait to see her. It's been a while. Ja, wat is dit, hè? What is this? Welcome to the office. Oh my god, it's so pretty! Hi! Hallo, look at this! Ik zie er niet heel moe uit. Ben ik wel. Slaap is niet meer what it used to be. At all. Ik ben nu iets langer dan 6 maanden zwanger. En ik heb geen super, super grote buik. Maar toch belemmert het heel veel in mijn slaap. Ik lig niet meer lekker. Mijn rug is heel erg stijf. Ja, ik ga naar een chiropractor. Ik merk dat ik hele andere dromen heb. Er komen gewoon heel veel dingen van vroeger naar boven. Ik lees dat het allemaal met je hormonen te maken heeft. Dus dat het volkomen normaal is. Maar dat maakt het niet per se chiller. Ik moet natuurlijk heel vaak plassen. En dat is op zich niet zo'n heel groot probleem. Ik ben daar best wel gewend aan geraakt. Dus als ik dan moet plassen, dan ga ik terug naar bed en dan val ik meestal alweer in slaap. Maar omdat slapen nu dus al best wel lastig is en ik gewoon niet lekker lig, maakt niet uit wat voor kussen ik gebruik, is het in slaap komen na zo'n wc-bezoek best wel lastig. En al helemaal als je partner ligt te snurken. En Felix snurkt normaal nooit. Of nou ja, heel sporadisch, een paar keer in het jaar. Maar nu doet hij het echt elke nacht. En we zitten de hele tijd te grappen van, ja, sinds je 30 bent, hè, ben je aan het snurken. Maar het is gewoon echt zo. Hij snurkt heel erg. Dus we moeten echt iets vinden om of dat te verminderen, of het voor mij wat aangenamer te maken. Ik slaap dus met een oogmasker op. Ik kan het niet anders uitleggen dan dat het heel bloot voelt als ik dat niet doe. Dus het heeft niet per se met het licht te maken. Ook weer wel, want ik kan er dus ook niet tegen als er licht aan staat als ik ga slapen. En Felix slaapt vaak wat later dan ik. Dus dan kijkt hij in bed nog tv met AirPods in, omdat ik anders door het geluid niet kan slapen. Ik ben een hele moeilijke slaper. Dus ik heb een oogmasker op. En oordoppen is dan wel heel veel, omdat ik dan wel heel geïsoleerd ben. Dus ja, ik hoop gewoon dat meneer gewoon wat minder gaat snurken. Maar dat is even afwachten. Maar doordat ik dus zo slecht slaap, ben ik vrij vermoeid. Ja, je ziet mijn donkere kringen nu niet echt omdat ik een serumpje op heb. Maar ze zitten er zeker. Dus ik doe het vooral weer rustig aan. Ik voel gewoon echt dat ik weer vermoeid ben. En het gevoel is wel een beetje herkenbaar. Ik voel me heel zwaar. Dus ik ben ergens bang dat mijn ijzer ook weer een beetje naar beneden is gegaan. Daarvoor ga ik bloed prikken na mijn vakantie. Om dat zeker te weten, om dat uit te sluiten. Want het kan ook gewoon komen doordat ik dus heel moe ben. En gewoon niet zo lekker slaap. We zijn heel veel bezig met voorbereidingen voor het huis. Dit is de laatste week voordat we op vakantie gaan. En na vakantie gaan we gelijk beginnen met alles voor het huis. Dus het zijn zeker drukke weken. Dat zeker. Ik voel niet per se stress. Maar het is gewoon heel veel. Dus we zijn gewoon heel veel bezig. Heel veel keuzes maken. Heel veel dingen bestellen. Heel veel dingen doorzetten. Heel veel contact houden met mensen. Dus dat kan gewoon best wel veel zijn. Omdat we niet één aannemer hebben voor het huis. Maar allemaal verschillende partijen. Ook wel bewust. Omdat ik ook met meerdere partijen bijvoorbeeld samenwerking heb. Dus ja, it's a lot. Niet negatief. Ik voel me niet gestrest. Misschien een beetje overwhelmed. Ga je nu al weg? Ja. Oh, fucking hell. Be
kiss you. Lekkere kaya poetie. Echt schattig dat je dat nu elke keer gebruikt. Ja, en ik niet meer. Ik kan hem missen, hoor. Ja, ik kan hem missen. Lekker ding, succes. Werk ze. Goed eten en drinken, hè? Mam, jij ook? Ja, jij ook. Ja. Daar, maar ik pak hem zo. Doei, lekker ding, love you. Nou, zal ik gelijk maar even de buik laten zien. Pretty huge, huh? Ja, de taille die ik had is zeker weg. Maar ik vind het een heel mooi rond buikje. Zoals je ziet heb ik geen last van striemen, maar we hebben nog 3 maanden te gaan. Dus we weten niet waar dat naartoe gaat. Ik krijg wel nu deze lijn, die wordt nu beter zichtbaar. Dat komt dus omdat de buikspieren dan... in plaats van dat ze zo zitten, zo gaan zitten. En dan wordt die lijn zichtbaar. And I think it looks so cute. Ik vind het er echt heel schattig uitzien. En die navel. Ik weet niet of ik dat ooit heb verteld. Maar ik heb dus nog nooit de binnenkant van mijn navel gezien. En nu zie ik het einde. Ik zie waar het einde zit van mijn navel. And that's so weird. Ik ben ook benieuwd of hij eruit komt. Maar dit voor nu al is echt a big ass change. Dus dat is de belly. Ik voel ook heel erg nesteldrang. Ik dacht echt dat dat een soort fabeltje was, maar... Oh, wat voel ik het heftig. Ik merk ook dat ik niet te veel langs de spullen moet lopen van de baby. De spullen die we al hebben gekocht, want dan wil ik er naartoe. Ik wil het weer ordenen, ik wil het weer zien. Ik wil het eigenlijk gelijk op de juiste plek wegstoppen. Maar er is nog geen juiste plek, want we moeten natuurlijk nog verhuizen. Dus dat is iets waar ik mijn hoofd zeker druk mee bezig hou. Ik kijk ook heel de dag naar het moodboard wat ik heb voor de babykamer. Ja, ik wil gewoon alles ordenen. Zo voelt het heel erg. Dus misschien is het wel even goed dat we op vakantie gaan en ik mijn hoofd op nul ga zetten. Ik moet me echt gaan overgeven aan het moment. En echt gaan genieten, want mijn laatste trimester gaat bijna in. Dan is het gewoon alweer bijna over. Dan is mijn buik weg. Dan heb ik er wel een lieve baby voor in de plaats. Maar het gaat allemaal zo hard. Dus ik probeer gewoon echt van elk moment te genieten. En tot mijn verbazing lukt het me heel goed om dingen over me heen te laten komen. Dus natuurlijk ben ik veel aan het plannen voor het huis. Want ik vind dat dat er wel bij hoort. Het is niet zo dat ik dan maar op mijn gat moet zitten en moet denken, nou, het komt allemaal wel goed. Nee, voorbereiding is definitely key. Dus alle meubels die besteld moeten worden, maar nog niet besteld kunnen worden, omdat ze anders te vroeg geleverd worden, staan allemaal al klaar. Ik vind dat niet per se obsessief, ik vind dat gewoon goede voorbereiding. Maar voor de rest laat ik het over me heen komen. Kijk, als mensen afzeggen of langer aan het werk zijn dan wat we hopen met de verbouwing. It is what it fucking is. Ik ga mezelf geen stress geven in de laatste maanden, want ik wil niet dat de baby eerder komt door stress. Nee, sterker nog, ik hoop dat de baby gewoon lekker blijft zitten. Zodat we hopelijk in het nieuwe huis zitten als ik ga bevallen. Maar goed, als dat niet zo is, dan is het ook geen ramp. Want we hebben hier natuurlijk gewoon het huis wat we houden. Ik kreeg trouwens een DM dat het egoïstisch is. Of was het een reactie op YouTube? I don't even know. Dat het egoïstisch is dat we dit huis houden. Als we kijken naar de huizenmarkt. Nou, sorry, ik had echt nog nooit zoiets belachelijks gelezen. We houden dit huis omdat het kantoorpand van Felix wordt. Wat veel mensen niet weten is dat Felix naast artiest en DJ ook label-eigenaar is. Hij heeft een eigen publishment, dus hij heeft deze kantoorspace ook nodig. En ik denk niet dat jullie dat heel erg onthouden of weten, maar wij wonen in een bedrijfpand, dus... We kunnen dit niet zomaar verhuren aan mensen die hier willen wonen. Dat ligt gewoon een beetje ingewikkeld. Dus ik weet dat ik het niet hoef op te helderen, maar here is it anyways. We houden beide huizen. Zeker met
Met een goede reden. Dan, naast alle hectische dingen, heb ik ook iets heel leuks. In samenwerking met Jotex mag ik namelijk een kortingscode weggeven aan jullie, waarmee jullie 30% korting krijgen. Daarnaast geeft de code ook nog eens 5% extra korting op Red Prices. En de code kunnen jullie maar liefst 2 weken gebruiken. Voor degenen die Jotex niet kennen, dit is een website met de laatste wooninterieurtrends. Je ziet er vooral heel veel Scandinavische interieuritems. En ze hebben echt van alles, van slaapkamerartikelen tot tuinartikelen. Ik heb hele leuke spulletjes uit mogen kiezen en daar was ik stiekem heel blij mee. Want voor mijn studio in het nieuwe huis wil ik een paar veranderingen maken. Ik wil niet heel veel omgooien, maar het is toch wel lekker om in een nieuw huis ook een soort nieuwe frisse look te hebben. Ik hou heel veel meubels wel, maar dat vind ik juist zo leuk aan accessoires. Als je er een nieuwe lamp neerzet of een nieuwe vaas, kan het geheel er meteen heel anders uitzien. So let me show you wat ik heb gekozen. Because I adore hoe het er nu uitziet. Ik hou de bank en het schilderij wat ik zelf heb gemaakt in mijn nieuwe studio. Maar kijk eens naar dit leuke nieuwe lampje. Het verschil met het nieuwe huis en dit huis is dat ik hier een witte vloer heb. Wat echt prachtig is, maar hel als het gaat om schoonmaken. De vloer in het nieuwe huis heeft ongeveer dezelfde kleur als het lampje. Zoals je ziet heeft een lamp een beetje een mushroomvorm en het licht komt van onder de kap. Hij is ook aardig groot, dus hij geeft best wel veel licht in de gehele hoek. En ja, ik denk dat deze gewoon perfect matcht met de vloer die we hebben in het nieuwe huis. Het is een hele mooie houtskleur. Heel mooi warm ook, dus dat geeft de koelere items in de ruimte gewoon veel meer kleur. En dan heb ik hem gestyled met deze mooie vaas. Ook van Jotex. De kaars, ook van Jotex. Deze hele mooie vaas, opnieuw van Jotex. En het tafeltje wat ik al in bezit had. Dus zo zie je maar dat een nieuwe lamp en nieuwe accessoires er echt voor kunnen zorgen dat mijn hele hoekje een nieuwe look krijgt. En met mijn code kun je dus 30% korting krijgen op niet alleen deze items, maar alle items van de site. En dan heb ik een paar dingen voor mezelf gekocht die ik mee wil nemen op vakantie. Ik heb bij Realization Par, als ik het goed uitspreek, een bestelling gedaan met dit topje. Het hoort volgens mij een crop top te zijn, maar ik heb een maat S, dus ik denk dat deze voor mij gewoon als korte mouwen shirtje valt. Misschien dat ik hem een beetje oprol om de bump goed te laten zien. De verwarming maakt trouwens echt super veel lawaai. Not sure why. En zeker mijn favoriet. This fucking dress. Ugh. Ik heb deze al super lang op het oog. En ik dacht elke keer, ja maar ja, €250 voor een jurk. Belachelijk. Maar hij zit zo flattering bij iedereen. Dat ik dacht, you know what, I'm just buy it. Want ik kijk er al super lang naar. Dus ik heb het gewoon gedaan. En ik denk dat het zo mooi gaat staan op het strand met mijn bump. Hij is wel heel gewaagd zoals je ziet. Maar I like that. Dan heb ik 3 items gekregen van Bumpsuit. En zo schrijf je dat. Dit is een merkje met kleding voor een zwangere vrouw. Je kan het ook zeker na je zwangerschap dragen. Het materiaal is gewoon buttery soft. Het is allemaal dubbel laag, dus het schijnt ook niet door. En dit is bijvoorbeeld een heel catsuit met colletje, dus dat is echt lekker voor in de winter. Maar op vakantie heb ik dus een mooie witte jurk gekregen. Die zo valt. I love it. En dus opnieuw dubbellaags. Dus hij zal niet doorschijnen. En het materiaal is zo zacht. Ik heb ook nog een hele simpele zwarte jurk gekregen. Met cami bandjes. En deze had ik gisteren aan. En hij stond zo mooi. Je zag mijn buik er zo mooi in. Dus I'm so happy with this. Want ik wil op vakantie natuurlijk lekker comfortabel zijn. Maar er ook gewoon goed uitzien. Dus dit is echt top. Dan heb ik mezelf nog verwend met wat designer items. First of all, say hello to my new baby. Ah, deze kleur blauw is echt precies wat ik zocht in een tas. Ik dacht dat die wat kleiner zou zijn en een lange strep zou hebben. Maar op zich is dit ook voor de verandering wel eens leuk. Want zo'n model heb ik nog niet. En er past ook meer in. Wat altijd chill is, want ik draag echt de hele wereld bij me als ik wegga. Maar ik ben echt verliefd op de kleur. I love it so much. Dus hier ben ik heel blij mee. En dan heb ik ook nog 3 dingen vintage gehaald. Allereerst deze Bottega bril. En die bestel ik altijd allemaal op Vestiaire. Ik vind het zo chill om op die app rond te neuzen. Omdat je er gewoon voor veel goedkoper items kan krijgen. Of soms dus niet per se voor een goedkopere prijs. Maar dan vind je er items die eigenlijk al uitverkocht waren. Of gewoon niet meer verkrijgbaar zijn. Dus ik heb deze bril gevonden. Van Bottega.
super sporty, zoals je ziet. Precies de look waar ik voor wilde gaan. I love it. Mijn neus lijkt wel echt huge met zo'n bril. Maar goed. Dus, met deze ben ik ook heel blij. Dan dacht ik dat ik een hele goede vondst had gevonden. Namelijk een Jacques blazer uit de Le Coup de Soleil collectie. In deze prachtige neonkleur. Maar hij is getailleerd, jongens! It's a tailored blazer! En ik draag geen getailleerde blazers. Althans, ik vind ze oversized gewoon veel mooier. En ik pas deze sowieso nu niet met mijn buik. Hij gaat niet eens dicht. Dus kijk, dat is dan wel een bammer. Want ik heb ook importkosten betaald voor deze blazer. Die krijg ik er niet van terug. Ik heb hem wel weer gelijk zelf op Vestiaire gezet. Zodat andere mensen hem weer van mij kunnen overkopen. Hopen dat ik hem kwijtraak. En wel de goede vind, dus de oversized one. Want ik vind hem wel echt super mooi. Alleen dan gewoon niet deze versie. En dan als allerlaatst. Hier ben ik echt heel blij mee. Dit item zoek ik al jaren. Jaren probeer ik deze sandalen te krijgen. Ik zag ze nu staan in mijn maat. Wat al best wel bijzonder is. Want je vindt ze gewoon niet zo snel in mijn maat. Maar ze waren de kleur donkerblauw. En ik hou niet zo van donkerblauw. Dat ten eerste. Ten tweede wilde ik gewoon heel graag de zwarte versie of de wit crème versie. Nu heb ik vorig jaar hele mooie crème kleurige Gucci sandalen besteld. Die zijn echt top. Dus ik was nu op zoek naar de zwarte versie van deze sandalen. Maar goed, die zijn er dus niet. Ik vond de donkerblauwe versie. Maar je ziet niet dat ze donkerblauw zijn. Moet ik die nog introduceren? I think the fuck not. Oh, ik ben zo blij dat ik deze eindelijk heb gevonden. Dit zijn dus de rubberen Chanel sandalen. Die overal uitverkocht zijn. Of nou ja, je zal ze vast nog wel in een paar winkels in het buitenland vinden. Alleen ik vond ze elke keer niet. En zeg nou zelf, je ziet echt niet dat ze donkerblauw zijn, toch? Je ziet het gewoon echt niet. Dus zo blij met deze aankoop. Echt zo blij. En ze lopen zo lekker. Ze zijn heel comfortabel. Dat vind ik het allerbelangrijkste nu in mijn zwangerschap. Dus I'm happy. I definitely spoiled myself. Maar dat vind ik fijn. Kijk, dit zijn items die ik op een dag altijd door zou kunnen verkopen. Mocht ik dat willen. Denk het niet. Anders kan ik ze doorgeven aan mijn kids. Het zijn gewoon items die in waarde blijven. En ik heb ze duurzaam gekocht. So I like that for myself. Ja, yeah, I really do. Nu dat gezegd te hebben, moet ik verder aan het werk. Ik moet een vlog editen. Ik moet wat foto's aanleveren. Ik moet een call houden om wat dingen te regelen en wat samenwerkingen doorspreken met mijn management. Het wordt een heel mooi jaar. Laat ik het daarop houden. We zijn nog niet eens één maand in het nieuwe jaar en ik heb eigenlijk al een paar doelen kunnen afstrepen die ik had voor dit jaar. Er komen hele leuke dingen aan, so definitely stay tuned. Ik ben gewoon mega blij. Laten we het daarop houden. I feel really blessed. I feel really happy. Het lijkt echt alsof ik alle vruchten nu aan het pakken ben van het leven. En dat het eindelijk een beetje mijn tijd is om niet de meest akelige trauma's te moeten herbeleven. Want dat heb ik al gedaan. So it's time to enjoy life a little bit more. Ik wil niet zeggen dat mijn leven hiervoor niet mooi was. Want nogmaals, ik heb echt... I'm super blessed. Er gebeuren super veel leuke dingen in mijn leven. Maar ja, het voelt nu echt alsof alles een beetje op zijn plek komt. En dat ik nu begrijp waarom ik bepaalde dingen heb meegemaakt. En ik nu gewoon ben waar ik ben. I'm so excited. En jullie gaan het allemaal zien. I promise. Ik neem jullie mee naar de Baby Moon. Ik neem jullie mee in de verbouwing. Ik neem jullie mee in mijn nieuwe projecten. You're all gonna see it. Dus voor nu zeg ik een hele fijne dag. En ik zie jullie in de volgende.